Met het Amtec-systeem van Aboma leren we uw medewerkers zelf keuren. Kijk in 5 stappen mee met onze Amtec-keurmeester. Vandaag stap 4. De functionele beproeving. De keurmeester beproeft de machine in eerste instantie met 100% van het hefvermogen van de laadklep om vast te stellen dat wat hij visueel gecontroleerd heeft ook daadwerkelijk goed is. Vooral die onderdelen die visueel slecht of niet te controleren zijn, denk hierbij aan veiligheidskleppen en inwendige cilinders, worden op deze manier alsnog goed gecontroleerd. In dit geval wordt de laadklep met 100% belasting beproefd en heeft de machine voldoende capaciteit om functioneel de last op te nemen. Later vindt er bij een laadklepbeproeving een standtest en overlastbeproeving met 125% plaats. Afhankelijk van de uitkomst van de beproeving en alle voorgaande controles, in orde of niet in orde, kan de conclusie getrokken worden of de machine is goedgekeurd of afgekeurd. Nadat de machine in zijn geheel gecontroleerd is, of vaak al tijdens de keuring zelf, vult de keurmeester het digitale rapport in. In de volgende video gaan we over naar stap 5, de rapportage van de keuring.